De nacht is donker en duurt lang. Hans en Grietje zijn doodsbang. Kijk ze trillen, kijk ze beven. Zijn ze morgen nog in leven? Morgen in het ochtenduur. Ze durven niet meer rond te kijken. Maar daar verschijnt tussen de eiken een zonderling figuur. Op zijn hoofd heeft hij een slaapmuts staan. En hij heeft een soort pyjama aan. En strooit met slaapzand in het rond. Slaapzand. Slaapzand is heel goed gekozen. Want het is een soort narcose. Dus dwars door hun angst voor het naderend onheil gaan Hans en Grietje onder zeil.